terwijl het nog een beetje regent. Wil ik jullie laten zien wat de storm heeft aangericht. Ziet u een paar takken? Ach, dat is niks, zeggen jullie. Dan lopen wij een stukje verder. Dan krijgen we bij de juiste lichtinval. Hier, ik laat het jullie zien met een zaklantaarn. Dit zijn grote takken. Overal liggen die een beetje op de weg verspreid. Zeg maar rustig in het kort, kort maar heftig. Dit is dus de dikte van de boomstronk die de storm te pakken heeft genomen. En even verder is er nog een kleinere tak. Nog een grotere boom. Twee bomen, zo ver in deze buurt. Het bliksemt nog steeds, dus ik vrees een beetje voor mijn leven. Maar eigenlijk hoeft het niet. Ik ben in de handen van Jezus. Nou, zodra ik iets voel van een prikkel, ik kan niet beschrijven wat het is, een of andere sensatie dat statisch aanvoelt, moet ik gaan hurken. Dan kan ik de bliksem namelijk niet laten glijden door mij heen. En als ik geluk heb, hoeft niet meer. We staan aan de deur. Nou, dames en heren, dit was het korte verslag. Ik hoop dat jullie dat hebben gezien, ondanks dat het donker is. Ik heb me nog even door de regen heen gewaagd. Dat beetje water doet niks. Maar het is nog steeds voorzichtig zijn, omdat er bliksem is. In een auto ben je in principe veilig, net zoals in je huis, als je een bliksemafleider hebt. Maar ik zet hem uit. En tot ziens.